Een plek, altijd in beweging. Maar nu lijkt stil te staan. Waar ik mezelf kon ontdekken en leren kennen. Zoals ik nu ben en nog zal worden. Iets om altijd naar terug te keren, als mijn eigen leven te snel lijkt te gaan. Een gebouw dat onzichtbaar werd in zichtbaarheid. Jaren onveranderd en nu in verandering lijkt te sterven. Het einde leek onaantastbaar, tot het onontkomelijk werd. Kunnen we loslaten, het een plekje geven in oneindige gedachten? Of ontstaat er een onvulbare leegte, de drang naar nostalgie? Tijdens het vallen proberen op te staan. Het einde van een ellenlange ontdekking. Alles leek te kloppen, tot het in momenten van dwalen gek werd. Onverklaarbaar, opgesloten in eenzaamheid, onveranderd in een veranderende tijd. Nu vraagt ze meer. Ze schreeuwt om aandacht. Na jaren van beloftes kan ze niet meer. De pijn weggenomen en overgedragen aan mensen die er niet meer zijn. Is dit dan de dood? Of wordt ze herboren in modernisme?